Goedenavond, dames en heren. Welkom aan de Hoge der A hier in Groningen. Voor de mensen daar is misschien nog bekend Café Havenzicht van Mart Smeets uit de uitzendingen van Studio Sport. En wij gaan het vanavond hebben over een serieus onderwerp, maar ook wat mij betreft wel met een optimistisch vooruitzicht. Namelijk, hoe gaan wij leven na afloop van de coronacrisis? Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, maar het was 14 maart. Ik zou naar Curaçao en ik had alles, een paspoort, een boardingpas. Ik ging naar de gate om te zullen gaan vliegen in een uurtje. En toen kwam er een official naar me toe en die zei, ik heb een heel vervelende mededeling voor u. Nou, ik had er zo'n vermoeden en ik zei, gaan we niet. En toen zei zij, ja, wij gaan wel, maar u gaat niet mee, want Curaçao neemt geen buitenlanders meer binnen haar grenzen. Nou, op dat moment wist ik dat de nieuwe wereld was begonnen. En ik ben dus naar huis gegaan en de dag daarna, op zondag de 15e, hebben we met een aantal collega's Studio Wagner opgericht. Wat was de gedachte? Wij willen in crisistijd in elk geval bereikbaar zijn voor onze relaties en met elkaar kunnen communiceren. Nou, dat doen we nu een aantal weken, hè? Allerlei ontmoetingen, en dat doen natuurlijk heel veel mensen in het land en in het buitenland, hè? Allerlei ontmoetingen die worden digitaal georganiseerd en ook onze opleidingen die bieden wij digitaal aan. Met ook de mogelijkheid tot interactie, en dat geldt nu ook, op het moment dat iemand iets wil zeggen, en dat is natuurlijk ons Nederlanders eigen, dan is het geen enkel probleem als je even je hand opsteekt, dan word je door de regie gesignaleerd en dan krijg je het woord. Naar goed Nederlands participatiemodel. Ja, het is een crisis natuurlijk. Hè. Elke dag dat je naar de televisie kijkt, dan zie je het begrip coronacrisis. En het woord crisis staat eigenlijk voor discontinuïteit. En dat het gekke is, daar kunnen wij mensen over het algemeen verschrikkelijk slecht tegen. Er zijn natuurlijk mensen die hebben een soort professionele stand. Die noemen zich nu crisismanager. Maar per saldo zoeken wij als mensen, en misschien geldt dat wel voor alle levende wezens, dat weet ik niet, zoeken wij de continuïteit. Dat geldt zelfs zover dat wij ook de neiging hebben om reeksen te willen zien, hè, dus verbindingen tussen puntjes waar ze helemaal niet zijn. Dat zie je hoe we omgaan met pensioenplanningen, beleggingsfondsen, al dat soort toestanden, die komen doorgaans niet uit. En eigenlijk allerlei vormen van oplichting, die zijn ook gebaseerd op het idee, altijd als je een oplichter hebt en die gaat iets met jou doen, dan laat ze je altijd eerst een paar keer winnen, dan moet die inzet verdubbeld worden en dan zie je nooit iemand weer. Nou, dus met de andere woorden, hoed u voor het denken in trends, daar waar trends er niet zijn. Wees daar altijd kritisch over. Nou, dit is een geweldige training, want sinds een aantal weken wordt dus elke continuïteit verstoord. Dus dit is een voortdurende training in onttrending. Daarnaast hebben we de neiging om ook in zogenaamde logaritmes te denken. Nou, dat kennen jullie misschien nog van de middelbare school. Zo'n logaritme is zo'n curve en die loopt of progressief of die loopt degressief. En op het moment dat mensen zo'n curve ontwaarden, dan zeggen ze, dat gaat helemaal mis. De zure regen, global warming, de vergrijzing in relatie tot de arbeidsparticipatie. Nou, de werkelijkheid is iets rustgevender. Het fijne van die logaritmes is, net als met trends, ze komen nooit uit. Waarom niet? Er zijn altijd meerdere variabelen, hè, waardoor uiteindelijk die vergrijzing of die global warming er anders uitziet. Zeker als je er wat aan doet. Discontinuïteit dus. Dat is eigenlijk het centrale begrip vanavond. Nou is een boodschap van mij, en ik denk dat iedereen dat wel eens gedaan heeft, dat we allemaal zo'n moment hebben gehad, hoe gaat dit nou in vredesnaam verder? En het gaat om je persoonlijke gezondheid,
gezondheid van mensen om je heen. Nou, dat is natuurlijk op sommige momenten ook heel naar afgelopen. En dat zal heel naar nog aflopen de komende tijd. Dus daar moeten we zeker, zeg maar, pieteit voor hebben. Maar er zijn ook dingen gebeurd. Bijvoorbeeld het sluiten van grenzen. Mijn zoon, die 27 is, die zei tegen mij, dat heeft mijn generatie nog nooit meegemaakt. Dat als je naar Tsjechië wil, dat je er gewoon niet heen kan. Dat als je op Curaçao woont zonder er geboren te zijn, ben je gewoon nog steeds in Nederland. Dat zijn nieuwe dingen. Maar wat we misschien ook allemaal gedaan hebben, is op het moment dat we de zon een beetje zien schijnen, eens proberen over het breukvlak heen te kijken. Nou, en dat is eigenlijk mijn tweede boodschap. Naast dat je dus discontinuïteit als gegeven moet aanvaarden en geen trends en logaritmes zoeken waar ze niet zijn, moet je wel gewoon ook eens over een situatie heen kijken. Probeer eens gewoon een half jaar vooruit te kijken en kijk dan eens welke kansen je ziet. Ik weet niet of jullie kennen het programma The First Date. Nou, dat heb ik gisteravond gezien op de televisie. Ik vond het telekrommend, maar dat is kennelijk het concept van het programma. Maar toen dacht ik, deze videoconferencing technologie geeft ons de praktische mogelijkheid voor een digitale first date. Want een van de dingen die we heel graag doen bij Wagner is onder het motto maak je wereld groter, gaat het niet alleen om kennis, het gaat ook om nieuwe mensen leren kennen en het gaat om mensen anders leren kennen. Nou, wat ik nu voorstel is dat jullie even twee andere mensen opzoeken en dat jullie met elkaar, nou dan ga je natuurlijk even vertellen wie je bent en dan gaan we in nou een minuut of zes, ga eens even bespreken wat zou je nou eigenlijk de samenleving, het deel van de samenleving toewensen op het moment dat deze crisis voorbij is. Het gaat mij dus niet om de crisis zelf, maar wat je zou toewensen dat we met elkaar creëren in deze wereld als die crisis voorbij is. Die groepjes hoef je niet zelf in te delen. Dat doet de software. Ik wens iedereen veel plezier met de kennismaking en ik zie jullie over 6 minuten weer terug. Tot zo. Wel, nou, ieder gelukkig teruggekeerd. Ik hoop dat jullie een paar leuke digitale ontmoetingen hebben gehad. Is er iemand die gewoon even iets wil vertellen over het perspectief wat je deze samenleving toewenst als wij het breukvlak voorbij zijn? Wie mag ik het woord geven? Ja. Kijk, ik kan je horen. Nou, dit is Monique. Ja. Ja, zeker. Nou, we gaan kijken naar het gesprek dat wij hadden. Waar we eigenlijk met z'n drieën was van mening dat we verwachten dat er een nieuw soort balans komt. In die zin van, dat we toch een aantal zaken van de huidige tijd, meer aandacht voor elkaar. En ook milieuvraagstukken, dat toch een andere balans komt met economische groei. Die hebben uiteraard, hoe je het weet of verkeerd, altijd nodig. Ja. En toch ook wel een aantal trends die je ziet, dat terwijl we natuurlijk aan de ene kant uitgaan van globalisering, dat we natuurlijk toch ook met elkaar gaan meer beseffen van dat we op bepaalde vlakken niet die afhankelijkheid meer willen hebben. Dus eigenlijk een deglobalisering. Ja. Dus je ziet daar nog tegenovergestelde richtingen in. Mm-hmm. En even kijken wat. Nou, dit is wel heel wat. Ja, ik denk dat nee, je zegt natuurlijk twee hele grote dingen, namelijk een andere balans met milieu, zeg maar, met de exploitatie van onze aarde en het onderhoud ervan aan de ene kant. En aan de andere kant deglobalisering als contraire beweging. Ja, ik denk dat nog een laatste feit, als je gewoon kijkt op dat gewoon zakelijk gezien, nog in plaats van reizen veel meer met waar dit soort technologieën zaken gaan doen, en dus ook slimmer en sneller en anders. Ja. Oké, ontzettend bedankt. Is er nog iemand die iets wil vertellen wat je besproken hebt in de groep? Meneer Verhagen. Ad Verhagen. Ja, ik heb gehoord dat jullie. En zien, nou, welkom in Groningen. Ja. Dankjewel, thuiswedstrijd bijna.
Wat ik vooral geleerd heb deze dagen is dat wij voor het gewin van een paar centen met mondkapjes laten produceren. En de andere kant van de wereld onze kwetsbaarheid gigantisch groot hebben gemaakt. Op het moment dat er maar één verstoring is, liggen wij dus gewoon plat. Ja. En ik denk dat dat is wat we goed moeten beseffen op het moment dat alles weer in een wat normalere structuur komt. Dat we dat gewin van die paar centen, dat is heel goed met elkaar moeten bekijken of we dat nou wel willen. Ja, dat is een heel... Ja, denk ik, waar en evident punt. Het is iets wat altijd weer gebeurt in de geschiedenis. We gaan allerlei risico's aan en dat beseffen we pas op het moment dat het risico intreedt. En dan zeggen we achteraf, dit had niet gemoeten. Ja. Dank. Nou, we gaan op een paar dingen wat dieper in. Het virus zelf... Ja, eigenlijk is het natuurlijk zo dat er in de geschiedenis altijd virussen zijn geweest. En de veldslagen die daarbij horen. Dat is niks nieuws. Je gaat altijd op zoek natuurlijk in mijn rol als zeg maar maatschappijanalist wat er dan wel nieuws is. En dit is vooral een turbovirus. Niet zozeer door het karakter van het ding zelf. Maar doordat er een aantal maatschappelijke omstandigheden zijn veranderd. Eigenlijk aansluitend op wat jullie twee zo net naar voren brachten. Om te beginnen, zo'n virus begint ergens. De bevolking in de wereld is natuurlijk enorm toegenomen. We zijn nu met bijna 8 miljard mensen. Dus betekent dat het verspreidingspotentieel toeneemt. Dat wordt natuurlijk ook nog een keer operationeel gemaakt door de globalisering. En niet alleen op het gebied van mondkapjes. Wij leven in het tijdperk van de superspecialisatie. Alles komt overal vandaan als we het over goederen hebben. De hele travel industry, de toerisme-industrie, die is geweldig. En het zakelijk verkeer, waaronder arbeidsmigratie natuurlijk ook. Dus globalisering, dus je kan zeggen de groter worden van de bevolking geeft een enorm, klinkt een beetje gek, marktpotentieel voor zo'n virus. En de globalisering zorgt ervoor dat dat marktpotentieel ook nog via heel snel in bereik komt. Urbanisering. Het was 3 jaar geleden dat volgens bepaalde tellingen, die je dan altijd maar moet geloven, het merendeel van de wereldburgers in de stad woont. Nou, zeker in steden waar mensen bovenop elkaar gepakt en buiten wonen, als bijvoorbeeld Delhi, maar ook bijvoorbeeld Istanbul en Caracas en noem maar op, dan heb je natuurlijk een verschrikkelijke distributiepower. En daar komt bij dat wij natuurlijk enorm mobiel zijn geworden, waarbij onze voorouders misschien in hun leven nooit verder kwamen dan 40 kilometer verderop. Vliegen wij, treinen wij. Ik hoorde de laatste weken dat er nu 16.000 vliegtuigen aan de grond staan. Nou, dat zegt iets over onze distributiecapaciteit. Er zijn treinen die razen met 400 km per uur, enzovoort, enzovoort. Dus met andere woorden, door onze ontwikkeling hebben wij virussen, die er altijd al waren, voorzien van turbokracht. En dat betekent dat wij voor de toekomst dus moeten nadenken, net als dat we met bosbranden zijn gaan nadenken, van ja, hoe kunnen we die nou, ja, zeg maar, preventief weren, nou door bijvoorbeeld kale gordels rondom steden, rondom bewoonde gebieden te maken dat de brandweer daar een natte gordel kan houden. Ja, we zullen op de een of andere manier, maar dan waarschijnlijk op een andere manier, bijvoorbeeld met die gevleugelde apps, zullen we moeten gaan denken over virale gordels of zo je wil, virale sluizen in de wereld. Ja, wat is nou de aanleiding hiervan? Nou, wat ik heb begrepen was dat eigenlijk een ontmoeting tussen een mens en een dier. Ik heb begrepen, maar het kan ook een beetje anders zitten tussen een vleermuis en een mens op een markt in Wuhan. Nou, en dan kan je natuurlijk zeggen wat een rotbeest, of wat vervelend voor die mens dat die gebeten is. En dat is wel erg uit de hand gelopen. Maar je moet natuurlijk altijd bij dingen terug naar de fundamentelere oorzaken. Er zijn veel meer beesten, virusdragers, dan mensen. Er zijn veel meer beesten, maar er zijn nu ook steeds meer, laten we zeggen, confrontaties tussen mens en dier. Mensen dringen het dierenrijk in. Wij zijn een tweebenig beest wat nog steeds expandeert. Wij eten natuurlijk ook een enorme hoop
beesten. En nou, zoals dat net al gezegd werd door een van jullie, die ons toewenste dat we toch gaan nadenken over een nieuwe verhouding tussen ons en het milieu, dan is dit zeker een punt. Op het moment dat wij gewoon de draad oppakken en verder gaan, dan marcheren wij met noodvaart naar een volgende ecologische ramp. Maar het gelukkige is, en in die zin ben ik vandaag wel, ja, niet vrolijk, maar wel optimistisch, je gaat na een crisis nooit gewoon verder. Er is altijd sprake van een breukvlak waarbij het voor een deel de andere richting opgaat. En dat is in dit geval ook goed. Ik ga even, tot jullie plezier of tot jullie treurnis, naar mijn oude vak, de economie. En ik neem jullie even mee in het annual report april van het Internationaal Monetair Fonds. En dan zie je dat er iets geks aan de hand is. Voor mensen die alleen krantenkoppen lezen, die hebben kunnen lezen de laatste maanden, of nou niet de laatste maanden, de laatste weken, dat wij een economische crisis tegemoet gaan die ergens het midden houdt tussen, zeg maar, de financiële crisis, ook wel de kredietcrisis vanaf 2008, en de crisis van, zeg maar, 1930, of om precies te zijn 1929 tot aan 1933. Nou, dat klinkt natuurlijk verschrikkelijk. Kijk je nou nuchter naar de cijfers, dan zie je dat er dit jaar verwacht wordt dat de wereldeconomie 3% terugloopt. Nou, de lieden die van de volle glazen divisie zijn, de halfvolle glazen divisie, zeggen, nou, als die 3% terugloopt, dan is 97% er nog. Nou, ik ben wel van de volle glazen divisie. Waarom is het dan toch zo ernstig? Omdat die 3% die er niet meer is, die zorgt voor een keteneffect. Hè? Op het moment dat een economie groeit, heb je allemaal op de middelbare school gehad, dan is er een soort multiplier, dat is dus eigenlijk een bestedingsketen. Ja, en op het moment dat een economie remt, dan is er een mini-plier. Nou, en daar worden bijvoorbeeld maar niet alleen ZZP'ers mee geconfronteerd, die hoeven van de een op de andere dag niet meer op hun opdracht te komen. Waarom? Omdat een toeleverancier waar ze voor werken, die heeft geen klant meer, enzovoort, enzovoort. Dus ja, dat is waar we in zitten. Dan is nog even interessant om te constateren dat als een economie ontwikkeld is, zoals dat bijvoorbeeld hier overwegend het geval is, dat is logisch, dan sta je hoger op de ladder en dan is de klap groter, ruim twee keer zo groot, 6,1%. En op het moment dat je in een zich ontwikkelende economie bent, ook wel door mensen van ongelukkig een derde wereldland, dan is de klap kleiner, min 1%. Wat ook interessant is op die plaatjes, dan hebben we het dus over dit jaar, 2020. Voor volgend jaar zijn er ook prognoses, die hoeven uiteraard niet uit te komen, maar dan zie je dat de wereldeconomie geacht wordt met maar liefst 5,8% te groeien. Dat is waanzinnig. Natuurlijk in die ontwikkelde landen iets minder, 4,5%, maar nog verschrikkelijk veel. En in die emerging markets, die groeiende economieën, 6,6%. Dus met andere woorden, wij bevinden ons op een ongelooflijk scherp breukvlak op dit moment. En dat breukvlak, dat gaat nu nog naar beneden. En ik snap dat heel veel mensen vrezen voor hun brood, hun onderneming en allerlei andere zaken die heel belangrijk zijn in het leven. Dus het is een hele serieuze situatie. En die zal, misschien, als je optimistisch bent, dan zijn we een heel eind in juni. Als je pessimistisch bent, dan zitten we er in het najaar nog mee. Maar in de prognoses, volgend jaar, dan slaat de vlam in de pan en dan is er een enorme economische groei. Even per werelddeel. Ik ga ze niet allemaal opnoemen, maar toch even een paar dingen. Amerika, nou, behoorlijk terug nu, dat zien we ook op tv, tegen de 6%. Volgend jaar groei 4,7%. Europa, 7,5% terug. Volgend jaar dezelfde groei als Amerika. Waar het nou gaat, want jullie kijken met je ogen waarschijnlijk snel dit hele lijstje door. Wat je dan ziet, is dat de Europese economie van de hele economie in de wereld de grootste klap krijgt. En dat heeft een paar oorzaken. Italië en Spanje zijn heel hard geraakt.
Die hebben dus de meeste coronaslachtoffers, hetgeen natuurlijk zeer treurig is. En Nederland is heel hard geraakt. Nou, waarom is Nederland nou zo hard geraakt? We hebben hier ook behoorlijk wat corona. Maar wat wij bovenal hebben in Nederland zijn hele open grenzen. En die open grenzen, die nu ineens dicht zijn, wij zijn natuurlijk vooral een doorvoerland. Dus ja, dat hakt er hier verschrikkelijk in. De keerzijde is dat ik echt vind dat wij in Nederland de zaak ongelooflijk intelligent aanpakken. Niet alleen met de lockdown, maar ook met de inkomensondersteuning in de economie, waardoor je geen vraaguitval krijgt. Nou, dat doen we veel beter dan bij eerdere economische crises, dus daar ben ik blij om. Wat je ook ziet als je dan naar beneden gaat, is dat China en India, en beide landen beslaan zo'n 20% van de wereldbevolking, dus even naar de verhoudingen, zijn 40% van die tegen de 8 miljard mensen in de wereld, zijn of Chinees of Indiër, kan je nagaan. En je ziet dus dat zelfs in dit economische rampjaar, als deze prognoses van de IMF uitkomen, de economieën van China en India nog groeien. En dat volgend jaar de economie van China bijna 10% verwacht wordt te groeien. Nou, dit is even een illustratie van mijn opmerking. Een crisis is een breukvlak en het wordt nooit meer zoals het was. Dat is wel onze neiging, rotzooi weer opruimen en tot de orde van de dag. Nee, de dingen gaan anders. En we zien dus dat deze crisis zal, net als de vorige Azië-crisis, de verhoudingen in de wereld structureel en ingrijpend veranderen. Dat is een proces dat eigenlijk al heel lang aan de gang is. Dat zijn bij economen die diepe curves. Dat proces heeft dus niets te maken, en dat hoeft ook niemand zich te verwijten, met het beleid wat nu door regeringen gevoerd wordt in de crisis. Nou, sterker, als hoogleraar denk ik dat heel veel economische ontwikkelingen helaas of des vreugdes volkomen losstaan van het beleid wat regeringen voeren. Het gaat altijd om de fundamentals. Hoeveel bevolking heb je? Hoe jong is die? Hoe goed opgeleid is die? Nou, en dan als we dus teruggaan, dan moeten we teruggaan naar 2008. Toen is het boek geschreven De Eeuw van Azië. Nou, en iedereen die nu tijd heeft, die raad ik aan dat te lezen. En op het moment dat je niet een aantal uren hebt, maar dat je 5 minuten hebt, neem dan deze URL van dit YouTube-filmpje. In De Eeuw voor Azië, van Azië, beoogt een hoogleraar uit Singapore, die houdt een zeer doortimmerd verhaal, wat er eigenlijk gewoon op neerkomt. Denk nou niet als Amerika dat je het centrum van de wereld bent. Europa, wees nou niet European-centered, maar realiseer je dat het toekomstig centrum van de wereld Azië is. Niet omdat Europa en Amerika er niet meer toe zouden doen, maar wel omdat die naar de tweede en derde viool gaat en Azië met haar jonge bevolking de groeimotor is. Recentelijk is daar door Rob van Wijk een boek geschreven, De Nieuwe Wereldorde. En dat gaat niet alleen maar over het verschuiven van het perspectief, wat is nou het economisch centrum in de wereld, naar Azië, maar dat voegt er een dimensie aan toe dat China zich aan het ontwikkelen is tot een wereldmacht. En dat blijkt ook de laatste weken. Het feit dat bijvoorbeeld China Italië te hulp kwam met medicamenten en artsen en verpleegkundigen. Nou, wie had dat 10 jaar kunnen denken? Wie had kunnen denken dat China Amerika te hulp komt, Canada? Nou, het zijn voorbeelden dat Chinezen, dat noemen ze dan de nieuwe zijderoute, in de hele wereld hun logistiek zo hebben georganiseerd dat China, zeg maar, als economisch centrum kan fungeren. Het is een lange ontwikkeling, die is al lang gaande, maar je zal zien dat deze coronacrisis maakt dus dat deze ontwikkeling in haar impact versnelt. En dan gaan we nog even naar Europa. We hebben net gezien dat Europa hard geraakt wordt. Maar wat je ook kan zien in dat andere staatje, is dat de economie in Europa minder hard groeit dan in Amerika en in Azië. Dat is niet
omdat wij lui zijn. Dat is niet omdat wij niet genoeg, hard genoeg werken. Dat is ook niet zonder meer omdat wij de verkeerde politieke keuzes zouden maken. Nee, het heeft te maken met de fundamentals. Europa is net als Japan, daar zie je precies hetzelfde. Wij zijn gemiddeld ouder. Door een goede gezondheidszorg en door een hoge welvaart willen we minder kinderen krijgen. Dus gemiddeld zijn wij ouder. Er is dus sprake van vergrijzing. Nou, iets waar we natuurlijk nooit over na hebben gedacht. Maar wat nu in allerlei rapporten staat, als je dus je bevolking ouder is, dat zie je nu ook in Japan, dan is je coronagevoeligheid hoger. Dus er zijn op dit moment lijstjes van steden in de wereld, en er zijn nogal wat van in Europa, waarbij de bevolking gemiddeld 50 jaar en ouder is. En dan zie je dat corona een veel serieuzer probleem is. Er is nog een fenomeen wat ze in Amerika of China helemaal niet in die mate kennen. Dat is dat we pensioenen opbouwen. En waar ter wereld dacht je dat de hoogste pensioenen werden opgebouwd? Dat is in Nederland. Wij zijn ieder land heeft natuurlijk zijn eigen huishouding. En onze huishouding wordt erdoor gekenmerkt door twee uitersten. Nergens in de wereld zijn de hypotheekschulden zo hoog als in Nederland. Dat wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat je bij ons de rente van een hypotheek fiscaal kan aftrekken. Nou, wat is ongeveer de grootste vreugde van de burger naast een voordeeltje in de winkel? Dat is fiscale aftrek. Hè. Dus die hypotheken die zijn bij ons opgejaagd tot het absurde. Wij krijgen ook altijd van de OESO daarvoor op ons donder. Maar in de tweede plaats hebben wij ook hele hoge pensioenen. En nou, bijvoorbeeld een land als Italië, om maar iets extremer te doen, die heeft veel minder pensioenen. Italië, dat zegt Hoekstra ook altijd, heeft een hoge staatsschuld. Maar in Italië hebben mensen privé spaargeld. Want die wantrouwen de overheid, die wantrouwen de staat. Nou, in Nederland hebben wij dus een gekke combinatie van extreem veel bezit en extreem veel schuld. Dat noemen we bij een bedrijf een lange balans. En als je een bedrijf bent, zou je daar ogenblikkelijk zorgen over maken. Nou, ik denk ook dat we dat moeten doen. En het beste wat je met je pensioen kan doen, is het geheel vergeten. Want de combinatie van een lage rente en betrekkelijk lage koersen is natuurlijk voor pensioenopbouw een rampzalig. Nou, daar gaat het verhaal vanavond niet over. Maar wij gaan met de pensioen zeker een breukvlak tegemoet. Wat de politiek doet, is dat steeds uitstellen. Je hebt het de laatste dagen kunnen merken dat die dekkingsgraad van die pensioenen is heel slecht. Dan zegt men, nou, als het eind van het jaar zo is, dan moet er gekort worden. Nou, ik weet zeker, er wordt wel weer een smoes gevonden om dat niet te doen. We schuiven het breukvlak door naar waarschijnlijk een volgende generatie. Naast dat fenomeen van die vergrijzing waar we niet zoveel aan kunnen doen, is er ook iets waar we wel iets aan kunnen doen. Namelijk, wij investeren vergeleken met China of Amerika substantieel minder in onderzoek en ontwikkeling. Nou kan je wel wat discussiëren over die cijfers. Nederlanders zeggen altijd, je moet ook procesinnovaties slim organiseren. Daar zijn we goed in, zou je mee moeten nemen. En niet alleen kijken naar technologische vernieuwing. Maar goed, het is toch wel een heel belangrijk punt wat onze groei beperkt. Ja, en je ziet dus, dat is natuurlijk heel kenmerkend voor Europa, dat zijn al die grenzen. En ik denk dat een onderdeel van de redding, de recovery van de economie, is toch dat we in godsnaam die grenzen niet dicht moeten doen. Ieder land heeft zijn eigen behoeften. Dat maakt het dus heel moeilijk om nu tot een soort steunfonds te komen. Een van de mooie voorbeelden is, er werd net ook al gezegd hè, door een van jullie, of eigenlijk door allebei, van ja, we nemen wel heel veel risico door in die globalisering onze inkoop werkelijk op één plek te betrekken. Nou, een van de gebieden waar dat is, zeker niet de enige, is niet alleen mondkapjes, maar ook medicijnen. Als een land, ongeveer alle basischemicaliën voor medicijnen, die worden in China en in India gemaakt. Ja, als zo'n land besluit de grenzen dicht te gooien, dan hebben we hier niks. Want wij doen alleen maar de high-end productie. Nou, dus een van de breukvlakken in bewustzijn is dat in elk geval de grondstoffen van medicijnen ook in onze eigen wereldregio geproduceerd zouden moeten worden. Maar dan moet je wel een Europese markt hebben als thuismarkt, anders worden ze veel te duur. Nou, dat is dan nog wel een issue. Ik heb al gezegd, op het moment dat we door zouden gaan
zoals we gingen, dan denderen we de volgende economische ramp tegemoet. Ecologische ramp. Nou, dat doen we niet, hoop ik. Dat moeten we ook niet doen. Normaal in een crisis ga je nooit voort zoals we gingen. Er zijn een paar aandachtspunten. Een aandachtspunt is de food supply chain. Er zijn weinig dingen zo belastend voor het milieu als onze voedselproductie. Dus daar moeten we heel goed over nadenken. Dat is hartstikke ingewikkeld. Dan moeten we over vlees nadenken natuurlijk. Maar ook over avocado's die heel veel water aan de grond onttrekken. Nou, ik weet niet of jullie doorhebben, maar we krijgen in Nederland, wat we vroeger ook nooit konden begrijpen, nu al waterschaarste. Dus het mondiale water resource management is een geweldig belangrijk onderwerp. En ook een hele belangrijke is de beschikbaarheid van grondstoffen, van metalen tot fosfaten. Nou, en ik zou ook tegen iedereen willen zeggen die nu zegt, wij moeten de productie terughalen naar Nederland. Zeg, jongens, het gaat niet om de productie, het gaat om de grondstoffen. En als we zo doorgaan met deze, zoals dat zo mooi heet, lineaire economie, dan donderen wij in de volgende ecologische crisis op het gebied van voedsel, water en grondstoffen. Nou, dat is geen positief vooruitzicht. Nou, er zijn mensen die de beurskoersen elke dag bijhouden. Dat doe ik niet. Wat ik wel altijd bijhoud, dat is de prijs van een kilo cocaïne. En een kilo cocaïne kost in Nederland op dit moment 50.000 euro. Die boer die die cocaïnebladeren plant, die verdient daar 4 euro mee. Dat betekent dat er dus 50.000 euro min 4 aan illegale waardecreatie is. Dat ontwricht werkelijk elke markt. Nou, en als er naast het ecologisch vraagstuk is, één vraagstuk is waar ik mij zorgen over maak, dat is dat de hele criminele industrie op dit moment bezig is haar impact op de samenleving verschrikkelijk te vergroten. Om een hele simpele reden, criminelen hebben altijd geld. Nou, en dat betekent dat ze dus geld gebruiken om, als een business ergens in moeilijkheden is, die te financieren. Helaas is het zo dat als je er geen beleid op voert, nu komt toch het begrip beleid, dat na iedere crisis de rijken rijker zijn en de armen armer. Dat hebben we al gezien toen wat er gebeurt op het moment dat dit manifest werd, zeg maar, weet ik, 15 maart. Dan zakken de beurzen even als een idioot. Waarom zakken die beurzen? Omdat er een heleboel mensen geld nodig hebben om, zeg maar, plotselinge operaties te financieren. Dat betekent dat mensen en bedrijven die geld over hebben, die kopen op dat moment aandelen in. En die zijn nu weer ontzettend veel rijker geworden. Nou, ik denk dat het een van de zwaktes is van de markteconomie. Naast dat het zorgt voor een enorme efficiëntie. Efficiëntie is economisch geweldig, alleen die efficiëntie die wordt niet gelijk verdeeld. En steeds ongelijker. Dus dit zijn eigenlijk de grote aandachtspunten op het moment dat we na deze crisis anders voort willen dan we eerst gingen. Dat is dus het vraagstuk van de voedselecologie aan de ene kant, de grondstoffenecologie en de waterecologie. Het hele grote vraagstuk dat de criminaliteit op allerlei punten via liquiditeit zich een positie in de samenleving verwerft. En in de laatste plaats het steeds groter wordende verschil tussen arm en rijk. Maar er is een aardig inzicht, misschien bij sommigen bekend, wat ik ook voor met jullie wil delen. En dat inzicht dat heet de donut-economie. De gedachte achter de donut-economie, dat is in 2017 een boek van een auteur, Kate Raworth. En zij zegt eigenlijk, winst maken is prima, groei is prima, maar je moet wel in je besturing, en zo komen we langzamerhand bij governance, moet je een ecologisch plafond respecteren. Nou, en zo kwamen zij eigenlijk op een donut. Dus eigenlijk een economisch model met een gat erin. En als je nou naar dit plaatje kijkt, dan zie je zeg maar, het groene is het functionerend deel van de economie.
En de, laten we zeggen, wat leverkleurige stukjes daaromheen, die geven aan dat als je economisch proces te onduurzaam is, waar het dan de ecologie ten koste van gaat. Aan de binnenkant, dus zeg maar in het gat van de donut, daar zie je allerlei basisbehoeften waar nog steeds grote delen van de wereldbevolking van verstoken zijn. Dus de uitdaging, willen we niet weer in hetzelfde ecologische en criminele en armoede valluik lazeren, dan is de uitdaging om dus een besturingsmechanisme te vinden, en dat is de essentie van de gedachte van die donut-economie, om dus een besturingsmechanisme te vinden die maakt dat, dat we op de een of andere manier die economische trein in het spoor houden. Nou, en het is denk ik de uitdaging van de economische ordening om met elkaar uit te zoeken de komende tijd micro en macro waar die besturingsmechanismes dan liggen in de samenleving. Ja, en wat zien we dan voor ons? Ik heb natuurlijk ook even nagedacht, hoe ziet het er nou over een half jaar uit? En wat we zien gebeuren op dit moment is een revival van de nationale staten. Globalisering was natuurlijk vooral een zaak van ondernemingen. En nu kijken wij naar de overheid. Wij leven gelukkig in een land met een behoorlijk goede public health infrastructuur. Hoewel wij ook aan onze grenzen zijn. Eerst IC-capaciteit, vervolgens wat er gebeurt in de verpleeghuizen. Beschermingsmiddelen, dus ook wij komen aan de grenzen. Maar in Amerika zie je dat een eerste wereldland ook een heel groot, inmiddels boos derde wereldgezicht heeft. We zullen zien een enorme boost aan health technology, apps en andere wearables. Veel fundamenteler is het ontstaan van een hele nieuwe sociale geografie. Hoe gaan we om met de natuur? Hoe zien onze steden eruit? Hoe bouwen we hygiëne in, niet door overal een schot neer te zetten, maar misschien heel anders te ontwerpen? Misschien hebben kantoren waar we mensen in pakken wel hun tijd nu gehad. Blijven we thuis zitten zoomen, maar vergt dat wel heel andere eisen die we gaan stellen aan onze huiselijke omgeving, als die ook werkomgeving wordt, of onze buurt. Dus met andere woorden, de hele sociale geografie, nog veel meer dan de economische geografie, die zal de komende 20, 30 jaar eigenlijk ja, die Blue Ocean invullen, die dat breukvlak van die virale onveiligheid heeft gecreëerd. Ik denk zelf dat globalisering blijft. Daar hebben we in de wereld veel te veel voordelen van. Daar hebben we onze rijkdom aan te danken, onze materiële rijkdom. Maar wel met meer diversificatie. Niet op één punt in de wereld het goedkoopste halen, maar meerdere mandjes. Dus verspreiden over werelddelen. En natuurlijk verantwoord produceren met respect voor de donut. Kapitaalbuffers moeten ook omhoog. Terecht zeggen mensen van ja, het is misschien verstandig om nu ondernemingen te steunen, dat ze hun werknemers in dienst houden. Maar hoe kan het dat ondernemingen jarenlang dividend uitkeren, wat dus eigenlijk overwinst is, en vervolgens een buffer hebben waarbij ze nog niet het eind van de maand kunnen uitzingen? Op het moment dat buffers omhoog moeten, betekent het een tijdelijke teruggang in welvaart. Want je kan het geld niet aan iets anders besteden. En het laatste nog op dit punt, die economy of sharing gaat onderuit. Er is ons nu 5 jaar wijsgemaakt dat we allerlei spullen niet meer moeten hebben, maar gewoon een abonnement bij een of ander systeembedrijf. Maar dat doe je alleen maar in het vertrouwen dat je erover kan beschikken als het nodig is. Nou, 4 weken geleden, ik hoef het woord toiletpapier maar te melden, en iedereen begrijpt dat de economy of sharing niet opgaat, en dat geldt de dag van vandaag nog steeds voor de mondkapjes. Nou, deze samenleving is dus best ingewikkeld, zeker als je er een goede donut van wil maken. En dat betekent dat wij er een vraag is naar goed bestuur. En dan is de vraag, wat is er dan echt belangrijk in dit goede
bestuur. Nou, om te beginnen, tempo van leren. Ik had de laatste weken wel eens het gevoel of de zwaartekracht was afgeschaft. Of alles wat ik in ruim 57 jaar heb geleerd er ineens niet meer toe deed. Nou, en op het moment dat je dus de zwaartekracht afschaft, dan gaat het niet meer om de vraag wie er goed kon lopen, maar wie er bij de nieuwe wetmatigheden als eerste weer kan lopen. Dus met andere woorden, tempo van leren doet ertoe. Tussen individuen en in organisaties en zelfs in de hele samenleving. En leren is dus een lateraal proces, is geen hiërarchisch proces. Misschien herkennen u het zelf, dat al het leren wat we hebben gedaan de laatste maand, dat gebeurde in formele crisisberaad en informele dwarsverbanden. Nu wij even in die modus zitten, zie je ook dat de klassieke tegenstellingen tussen arbeid, kapitaal en natuur weer de kop opsteken. Ineens gaat het over de vraag, moeten werknemers nou gesteund worden? Of ZZP'ers? Is het nog rechtvaardig om dividend uit te keren? Of is dat ook gewoon, is dat een moreel verwerpelijk? Of is dat gewoon een kapitaalsinkomen? En mag je zomaar de grenzen sluiten voor dingen die anderen ook nodig hebben, bijvoorbeeld medicijnen? Kortom, we komen weer terecht in een reële economische discussie. Nou, daar zit voor mij een hele groot breukvlak. Ik heb zelf begin jaren 80 gestudeerd. En ik heb later gemerkt, toen ik aan de universiteit werkte, dat economie ging niet meer over diensten, niet meer over goederen. Economie ging alleen nog maar over financiën. En sinds de vorige financiële crisis en de dag van vandaag is de geldhoeveelheid in de wereld weer verdubbeld. Kijk, Donald Trump die heeft natuurlijk een hoeveelheid domme acties. Daar komt geen einde aan. Maar eentje zou ik toch wel willen noemen, maar die is eigenlijk heel weinig mensen opgevallen omdat het zoveel zijn. Maar zijn eerste reactie toen de coronacrisis ook in Amerika bleek te gaan existeren, was dat hij zijn invloed probeerde aan te wenden om de rente te verlagen. Alsof je iets kan met geld in een wereld die aan het creperen is. Dus het is een enorm overschatting wat een monetair instrumentarium kan betekenen voor de mensheid. Nou, dat is wat mij betreft ook een breukvlak. Ja, en dan komen we op governance terecht. Wat ik zeg, in een wereld met, als je over breukvlakken heen kijkt, mooie blue oceans, maar ook uitdagingen, onevenwichtigheden, vragen of goede veranderingen, hebben we in elk geval goede bestuurders nodig. Ja, wat is een goed bestuur? Governance is voor mij eigenlijk het vak van het aangaan, ontwikkelen en reguleren van verhoudingen. Dat is wat we allemaal de hele dag doen. We gaan een betrekking aan met een ander mens, met een organisatie, soms reëel, soms virtueel. We ontwikkelen die betrekking, wat men dan in managementtaal noemt, we maken stappen. En daarvoor tonen we leiderschap, nemen we persoonlijke risico's en soms moeten we ook reguleren omdat er anders ruzie komt of omdat de boel niet hard genoeg gaat of de boel stil komt te staan. Maar dit zijn dingen die bestuurders doen. Aangaan, ontwikkelen, reguleren en soms een beetje afbouwen. En we weten allemaal, bewust of onbewust, dat vertrouwen is in elke relatie een sleutelbegrip. Als je niet ex ante van tevoren een positieve inschatting heb over het gedrag van een ander op jouw investering, dan begin je er niet aan. We hebben dus nu een samenleving die door een breukvlak lazert, alles piept en kraakt. We zoeken nieuwe wegen. Er ontstaan overigens ook spectaculair snel nieuwe wegen. Maar dat vraagt ook nieuwe bestuurlijke verhoudingen. Dus dat betekent dat wij nu op zoek zijn naar leiders die vertrouwen kunnen creëren in relaties. Want op het moment dat je geen vertrouwen creëert, dan gaan anderen niet in die relaties investeren en komen we niet tot de bestuurlijke innovatie die nodig is. Die bestuurlijke innovatie is nodig om die samenleving die aan het veranderen is, ook weer van een bestuur te voorzien. Dus het interessante nieuws is dat niet alleen de samenleving innoveert, al dan niet met app, maar dat het bestuur van die samenleving er ook anders aan het uitzien is.
Ja, en wat zie je dan? En ik denk dat dit dingen zijn die jullie zelf ook ervaren. De crisis scherpt alles aan. Ik merk dat zelf ook in mijn organisatie. Dingen die er eigenlijk al waren, die worden plotseling heel zichtbaar. We moeten dus acteren. Nou, je ziet ook dat Nederland heeft een steun in de rug gekregen in de digitale transitie die met geen beleid mogelijk was geweest. Ik wil enorm mijn petje afnemen voor het lager, of het basis heet geloof ik, en middelbaar onderwijs. In 3 dagen gedigitaliseerd en dat zonder ministerie. Nou, ik denk dat het een nuttige les is voor toekomstige onderwijshervormingen. Leren gaat op basis van laterale relaties. En niet op basis van hiërarchie. Niemand leert van boven naar beneden en terug. Iedereen leert door te kijken bij de buurman of de buurvrouw. En dat geldt ook landelijk als je kijkt naar het IC-netwerk bijvoorbeeld. Wie van ons had ervan gehoord? Dat was even een van de belangrijkste netwerken van Nederland. De veiligheidsregio's, de club van burgemeesters van de 25 grootste steden. Het zijn allemaal laterale verbanden waar goede bestuurders, kunnen wij allemaal zijn, vooral gebruikmakend van vertrouwen, van informele instrumenten, gewoon de telefoon pakken en op die manier zorgen dat het schip blijft varen. De circulariteit die we nodig hebben om niet weer in een economische crisis terecht te komen, een donut is tenslotte een mooi rond ding, vraagt goede bestuurders. Waarom namelijk? Je kan niet, zoals in het New Economy denken, je alleen maar richten op de output. Als we een output-afspraak maken van wat je moet produceren, dan zijn we happy. Dat is transactiegericht denken. Nee, het gaat nu om iets veel moeilijkers. Het verbinden van output en input. Want jij gaat gebruik maken van de reststoffen van een ander. Dat is hartstikke ingewikkeld. Dat is in het energienetwerk. Komen ze nu achter, we nemen plotseling minder energie af. Er blijft energie over. De olieprijs, die stond op, wat was het, min 25. De modellen staan op zijn kop en dat vergt nieuwe bestuurlijke verbanden om dat het hoofd te bieden. En qua governance het meest interessante, de horizontalisering van de macht. Klassiek is governance een soort verticaal spelletje met de toezichthouder, een bestuurder, managers die aan die bestuurder rapporteren en uiteindelijk wat lieden die het werk doen. Inmiddels is de horizontalisering van de macht, de horizontale verbanden, de verbanden met je buren, de ketens, de cirkels, daarin acteren is de belangrijkste manier om vooruit te komen. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog commissarissen. En wat doen commissarissen nou in en na coronatijd? Enerzijds doen die wat commissarissen altijd doen. Ze moeten op de liquiditeit letten. Dat is heel belangrijk. Een economische crisis, het hoofd bieden, gaat primair om liquiditeit. Er is nog nooit een bedrijf failliet gegaan of een publieke instelling aan iets anders dan een gebrek aan liquiditeit. Dat is les 1. Het tweede is balansmanagement. IFRS. Wij moeten tegenwoordig alles wat op die balans staat direct waarderen. Nou, kijk naar zo'n olievoorraad, zeg maar die ballast in dat schip, die is als een waanzinnige heen en weer aan het stuiten op dit moment. Nou, dit vraagt natuurlijk primair de aandacht van bestuurders, maar in het kielzog daarvan ook de aandacht van commissarissen. Dus geen nieuw lichterij, de klassieke taken, liquiditeitsmanagement, balansmanagement. Maar het is ook belangrijk om als toezichthouder je te realiseren dat die bestuurder dus te maken heeft met die horizontalisering van de macht. Die moet in het horizontale verband dingen regelen. En iedere bestuurder is daar op dit moment de hele dag mee bezig. Het is een soort wat ze in Suriname hosselen noemen. Omdat we met z'n allen de patronen even kwijt zijn, moeten we ter plekke dingen aan elkaar knopen. En komt het dus vooral op intermenselijke vaardigheden aan. Je hebt ook allemaal te maken in je organisatie met een dramatisch verschil in verandersnelheid. De een die gaat heel langzaam en de ander die gaat heel snel. En die bestuurder die moet dat verbinden. Eigenlijk moet je als bestuur dus de dynamische robuustheid
ondersteunen van een organisatie. Dynamisch robuust wil zeggen het feit dat je zeg maar een situatie kan weerstaan waar een organisatie niet voor ontworpen is. De beproevingen die zijn op heel veel plekken op dit moment volstrekt ongekend. En je moet het adaptive leadership van de bestuurder en anderen ondersteunen, eigenlijk van ieder mens. Hè? Dus waar een organisatie, zeggen we, dynamisch robuust is, dat die zeg maar kan weerstaan, datgene waar die ook niet voor ontworpen is, wil adaptive leadership wil zeggen dat je leiderschap toont op basis van je aanpassingsvermogen. En dat is precies wat de laatste weken gebeurde. Tot slot. Lessons learned, in alle bescheidenheid. Ik heb een paar dingen willen zeggen. Om te beginnen, na een crisis gaan we nooit terug, maar op een andere manier verder. Teruggaan zijn lessen voor historici. Wij moeten denken over anders vooruitgang. Dus met de ongemakken van de dag, denk vooral een half jaar vooruit. Wie verder kijkt dan een breukvlak, die ziet de blauwe oceaan. Het gaat, als er een disruptie geweest is, om tempo van leren. Tempo is ontzettend belangrijk en daarvoor moet je dus lateraal denken. Wat ook nodig is, laat ik het maar zo zeggen, sinds de jaren 90 zijn overheden uit geweest. Dat was een noodzakelijk kwaad. Tot voor kort, denk aan Engeland in de Brexit, waren mensen in een race. Hoe lager de vennootschapsbelasting, hoe lager de inkomstenbelasting, hoe moderner het economisch beleid was. En wat we doen nu met z'n allen? We vragen enorme investeringen van de overheid om een fatsoenlijke public health infrastructuur te creëren, om nu allerlei bedrijven te ondersteunen en individuen die het in de marktwerking even niet redden. Dat gaat om tientallen miljarden. Dus we zullen ook een nieuwe visie moeten ontwikkelen op het publiek domein en de vorm van inkomstenwerving voor dat domein wat daarbij hoort. En een nieuwe werkelijkheid, die ik ook niet weet, maar die nu aan het ontstaan is, vraagt dus ook een nieuwe governance. Dus governance is ineens, en dat is hartstikke mooi, een innovatief vak. Tot slot, een uitspraak van een hele slimme, tijdloze man, erg goed passend bij het gedachtegoed van Wagner. The best investment you can make is an investment in yourself. Ik dank u wel.